Herinnert u het zich nog? Van het vorige VVD en PvdA-kabinet moesten de verzorgingshuizen sluiten. Ouderen zouden langer thuis moeten blijven wonen, maar ook op de zorg thuis werd flink bezuinigd. Ondanks alle protesten en waarschuwingen van zorgmedewerkers en van de SP. Want toen was al duidelijk dat dit zo niet werkt. Oude bomen verplaats je niet. Mensen die 80 plus zijn, 90 plus zijn of zelfs ouder zijn dan 100... vraag je niet om te verhuizen omdat het verzorgingshuis dicht moet, omdat dat een overheidsmaatregel is. Dat doe je niet. Heel veel mensen in Nederland vinden dat. Op dit moment is de SP bezig met een handtekeningenactie en ik kan u zeggen, de mensen die staan in de rij om te tekenen. Maar er werd niet geluisterd en de verzorgingshuizen werden gesloten. Natuurlijk is het fijn als je thuis kunt blijven wonen als je ouder wordt. Maar voor veel mensen is dat zelfs met goede thuiszorg simpelweg niet mogelijk. Het besluit om de verzorgingshuizen te sluiten heeft veel mensen geraakt. De gevolgen zijn nog steeds groot. En ik vraag de minister, wat vindt hij daar nou van? Dat wij oude mensen met dementie gedwongen laten verhuizen. Voorzitter, de minister heeft gezegd, oma moet iets gaan merken van mijn beleid. Nou, oma merkt iets van het beleid van deze minister. Een plek die betaalbaar is voor iedereen en niet afhankelijk van de dikte van je portemonnee. Een plek waar je samen met je partner oud kunt worden. Ook als de een zorg nodig heeft en de ander misschien nog niet. Geen gedwongen scheidingen meer. Een plek met elke dag lekker vers eten. Oud worden in je eigen buurt. Dat is wat we willen. En dat vinden niet alleen wij. Ik denk dat je als je daar je vaste mensen hebt, als je daar de familie hebt, als je daar de mantelzorgers hebt die steeds dezelfde zijn en op vaste tijden komen. Ja, dat lijkt me ideaal. Ik denk, beter kan het haast niet. Jazeker zou dat kunnen. Ik denk dat je in elke buurt bijna, tenminste als er een bepaalde sociale samenhang is, zou je eigenlijk zo'n kleine voorziening moeten hebben. De SP wil niet terug naar die verzorgingshuizen met die lange gangen. Maar nu die weg zijn, nu die gesloten zijn, willen wij kleinschalige zorgbuurthuizen. Want we worden steeds ouder, dus laten we samen zorgen dat dat ook op een goede manier kan. Nu en in de toekomst zijn er nog heel veel collega's in de zorg nodig. Ook daarom is het belangrijk dat zij met plezier in de zorg kunnen werken. Daarom willen wij ook dat het zorgbuurthuis er komt. Iedereen moet oud kunnen worden in de eigen buurt. Bent u het hiermee eens? Maak dan de SP groot, want samen staan we sterker. Ga naar sp.nl en doe mee.